gaming with outdoor play. And the Op Memo is one of our interactive play sets that focuses on playful learning. And with the seven pillars and the LED screens and the touch sensors and speakers, we can create a large range of different types of games. With the story game, the children can make their own stories or different situations. On every pillar, they can pick their own puzzle piece or story piece. And after picking seven different pieces, they've made their own story. And then we have a storyteller telling the story and also asking questions. So it guides the children by creating their own story and reflecting on that story. We always try to find experts of their fields, and one of those experts is Guard 2020. Garage 2020 is een innovatiewerkplaats in het jeugddomein. En we proberen eigenlijk door goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de jeugd, van kinderen, van jongeren, innovaties te maken die concrete problemen oplossen voor deze doelgroep. En we kwamen er toen achter dat sociaal-emotionele vaardigheden, goede sociaal-emotionele vaardigheden hebben, dat een van de beschermende factoren is bij kinderen. We zien heel veel dingen die misgaan, waardoor kinderen in jeugdhulp terechtkomen. Maar dit is eigenlijk een van de dingen waardoor ze juist beschermd worden. Dus daarom vonden we het zo belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Ja, we zijn soms door gaan ontwikkelen omdat we heel graag wouden dat het spel beter aansluit bij de belevingswereld van kinderen. En in het onderzoek daarnaartoe zijn we eigenlijk in contact gekomen met Jalp. Omdat zij speeltoestellen hebben die uitnodigen tot interactief bewegend spelen. I'm a professor of youth health at Erasmus Medical Center. And my wish would be that we further develop games like this to promote socio-emotional skills in childhood. But also evaluate, that we continuously evaluate what we are doing and then further improve the game. Ja, leuk spel. De kinderen hebben het enorm naar hun zin. Ze rennen achter alle palen aan. Het geeft het kind ook echt de mogelijkheid om zich te kunnen uiten. En dat het oké is dat je af en toe niet goed voelt of dat je je blij voelt. Ja. Ik vind het best wel leuk en ik wou dat we het ook op ons offline hadden. Ja? Ja.